Hallo man, mijn naam is Kelt en leuk dat je allemaal weer kijken en luisteren voor de wereldkampioenschappen vrouwen-elite wegrace. Die vond plaats in Glasgow als bij de mannen op hetzelfde circuit. Wat een lange tijd terug is voor mijn gevoel. Met Mathieu van der Poel die won en zaterdag in de mountainbike race ten val kwam. Maar het parcours van de vrouwen was 156 kilometer met de start in Loch Lomond. In de eerste 30 kilometer zit er al gelijk de langste klim in van 5,5 halve kilometer aan 4%. Maar het draait allemaal om het circuit. Die ze vijf keer doen met de steile korte klimmetjes. En wat we ook bij de mannen zagen. Rond de 40 bochten in één ronde. Met ook heel veel draaien en keren. Dus echt een parcours voor de rensers die een goede punch hebben. En ook goed kunnen sturen. Voor de start van de race waren er twee belangrijke renners die niet van start konden gaan. Nia Doma voor Polen en Chloe Dijkert voor de Verenigde Staten. Dat is wel jammer voor de race. Want ik denk dat ze beide in de finale een rol van betekenis kunnen spelen. Helemaal met de vorm die ze recent beide hebben laten zien. Ik was heel benieuwd wie welke landen er mee zouden gaan in de ontsnappingen. En hoe België en Nederland daarop zouden gaan reageren. En gelijk toen de race begon, zagen. Dat eigenlijk al, omdat we een, een vrij een, een sterke ontsnapping hadden met de Blanca Vast die, uh, die eerste de eerste aanval deed. Laboue volgde Lizzie Dijk en Tjebbé Molman en uh, vervolgens kwam ook een, een reactie van uh, België en Nederland met de uh, Sannekant en Bisha Bredewold. Uiteindelijk waren er twee landen die echt gingen achtervolgen. Dat was Italië en Duitsland, die beide geen renners hadden meezitten in de kopgroep Paladin probeerde nog de sprong te maken naar de kopgroep, maar kwam in een jaspatal terecht. Vast was ze op een gegeven moment gelost uit de kopgroep, maar de koproepen met de sterke renners in, werd ook ingerekend door met de namen Duitsland die reden. En zo kwamen we eigenlijk de eerste keren op het circuit de situatie in de race was ze wat ook. Manier, gekalmeerd. Want we hadden een compleet peloton. Alleen wel zonder uh, vossen van Android Persico. Die op het uh, lokale circuit waren gelost. Daarvoor een, een klein stukje. Maar eigenlijk door het uh, lage tempo in het uh, peloton. Konden die in uh, de tweede ronde op dat uh, lokale circuit weer uh, terugkeren bij het peloton. Ongeveer na de eerste ronde, met nog 92 kilometer gaan, kwamen de eerste aanvallen met de uh, Jabbae. Die probeerde. Maar dat uh, leidde tot uh, nergens toemaat het Nederlandse team werd ook wel wat zwakker, want een paar renners waren niet goed genoeg als Wiebus en Bredewold. die hadden te maken met mechanische problemen. De tweede aanval op het circuit die leidde wel tot een hele interessante situatie, want de Reusser was samen met de Hennesen voor, vooruit en daarachter was een groep met de Balladiner, JB Skandia, Soika, Marcus en Oetrop Ludwig. En in de derde groep waar alle favorieten toch zaten Moesten België eigenlijk uh, ja, de situatie weer proberen naar hun uh, hand te zetten? Want Nederland had uh, Marcus uh, in een uh, groep uh, vooruit. Nu is het zo dat het niet de beste situatie was voor uh, Nederland. Want tegen uh, Ludwig en uh, Tjebe is uh, de kans dan uh, heel klein dat uh, Marcus daarvan wint. Uh, maar ze waren in ieder geval wel vertegenwoordigd. En dat was uh, België niet. En uh, zo werden de Belgen eigenlijk gedwongen om iets te gaan proberen. Kopecky had Justine Kierkegaard nog bij haar zitten. En zij deed echt geweldig werk voor haar ploeggenoten, Motte Kopecki. Nu vond ik dat Kopecky ook heel erg slim in deze fases van de race reed. Maar Kierkegaard haalde de groepen terug. En daarna waren er daar waren nog meer verschillende pogingen. ging ze neutraliseren en liet ze niemand wegkomen. Uiteindelijk kwam Jeppe wel weg en kreeg ze het gat van 1 minuut 30. Maar dat was met nog 50 kilometer ongeveer te gaan. Toen was ook de vraag wie gaat het initiatief pakken achter Djembe. Je zou denken Nederland, want die hadden nog de meeste renners in de groep zitten, want de was gelost, de vorige maar Nederland had ook wat problemen, Annemiek van Vleuten. Haar voorwiel zat los en moest na de fietswissel ook weer terug zien te komen en dat gebeurde een paar kilometer later ook. Daarna probeerde Van Vleuten zelfs tot twee keer toe aan te vallen om Lotte Kopecky onder druk te zetten. In tweede instantie lukte dat wel, want Van Vleuten kreeg een klein gaatje en het gat naar Tjewi was 30 seconden. De groep achter Van Vleuten was ook niet heel erg groot meer, want daar zat Kopecky nog in. Voldering, Royser, Zwijnwerker, Ludwig en Lizzie Dijkman-Kopecky. Van Vleuten probeerde zelfs tot twee keer toe aan te vallen om Kopecky een beetje onder druk te zetten... In tweede instantie lukte dat ook wel, want Van Vleuten kreeg een klein gaatje. En het gat naar JB was nog ongeveer 30 seconden. De groep achter Van Vleuten was ook niet heel erg groot meer, want er zat Kopecky nog in, Vollering, Reusser, Schweinberger, Ludwig en Dijk. En Kopecky moest dat gat toen zelf dichtrijden. En dit is ook de beste situatie voor Nederland wat je kan doen met Van Vleuten om Kopecky onder druk te zetten. En kijken ook wat ze gaat doen. Want de kans daar is natuurlijk aanwezig dat daarachter heel veel naar elkaar wordt gekeken. Alleen dat was niet het geval. Om die reden kwam de groep met Kopecky en Voldering weer aansluiten bij Van Vleuten. We kwamen in de laatste ronde. Tjebe was teruggepakt. En zo hadden we een groep die de laatste ronde inging met Tjebe en Reuser. Beide volgende Zwitserland. Kopecky in haar eentje. Van Vleut en Vollering voor Nederland. Schweinberger, die tot nu toe een zeer sterke race rijdt. Voor Oostenrijk in haar eentje. En Dijknen ook alleen. Voor Kopecky was deze groep, naar mijn mening, een ideale situatie. Want ze hoeft niet per se een aanval te plaatsen. Omdat ik denk als ze met deze groep naar de finish was gereden. Had ze die sprint gewonnen. Nederland moest juist een aanval plaatsen. Met vondering of nog een keer van Vleuten om te winnen. Van Vleuten ging dat niet meer doen op een gegeven moment. Niet omdat ze daar niet toe in staat was. Denk ik ook wel een beetje. Maar ze moest stoppen vanwege een lekkerband in haar voorwiel. Had de situatie als van Vleuten er nog bij zat in de groep in de laatste ronde... Ver Andert. Ik denk het uh, niet heel erg was. Wel momenten uh, dat ze naar elkaar uh, keken na de lekke band van Annemiek. Dus in die situatie, als er dan nog een bij zat, had ze misschien uh, kunnen gaan en had Kopecky misschien ook niet uh, gereageerd. Maar op uh, de vorige beklimmingen had Van Vleut het ook al uh, heel erg uh, moeilijk. Was ze echt aan het uh, worstelen om erbij uh, te blijven met de uh, volging Kopecky en uh, de andere. Dus ik vraag me ook heel erg af: als ze geen uh, lekke band uh, had uh, gehad, was ze dan uh, überhaupt nog uh, in staat? geweest om een Kopecky onder druk te zetten. De groep begon heel erg naar elkaar te kijken. Ze hebben ook geen oortjes. Dus Vollering was aan het kijken waar is ze van vleuten gebeven. Kopecki zat heel erg naar Vollering te kijken. En zo besloten Deiknen en Schweinberger dan maar weg te rijden. Beiden kregen ze ook een aardig gat. En later ging ook Royzer op het valsvlakke gedeelte aan daar naartoe proberen te springen. En datzelfde geldt ook voor Lotte Kopecki. Dan zou je zeggen, Vollering moet daar gelijk in het wiel zitten. Maar dat was niet het geval. Vondering kon er niet volgen. Ze moest passen. En toen leek het wat mij betreft ook erop dat de volging echt op was. En dat dit het moment was dat ze het WK zouden gaan verliezen. De kans daarop in ieder geval. Maar langzaam begon ze toch weer terug te komen. Richting Kopecky, Royzer, Dayn en Schweinberger. En toen net voor het klimmetje. Was ze heel uh, knap teruggekeerd en ging ze ook uh, gelijk ten aanval. Ze kreeg uh, geen, geen gat uh, op de rest. Wel was het uh, gewoon uh, duidelijk dat de vorderingen uh, Kopacki en uh, Ludwig uh, nog wat uh, over hadden. Maar het kwam uh, na de klim allemaal weer bij elkaar. Op de klim met de smalle bochten en ook die haarspelbochten erin ging Ludwig aan. Titan probeerde te volgen, maar dat uh, lukte niet. En toen kwam er weer een uh, aanval van uh, Lotte Kopecky. En uh, Vollering en uh, de rest uh, moesten haar uh, laten gaan. Op de voorlaatste klim was het Ludwig en Kopecky vooruit. En uh, daarachter uh, Vollering, die uh, alleen een uh, gat van uh, ongeveer uh, 10 seconden moest dichtrijden. Maar met uh, hoe Kopecky uh, die finale reed uh, met de uh, lastige bochten in Dalenlijn, is het ook. Gewoon heel erg lastig in die situatie voor Vollering om tijd goed te maken. Helemaal toen kon Peggy op de voorlaatste klim ook nog bij Ludwig wegreed uit het zadel. Ze was heel erg sterk en maakte in de laatste paar kilometers ook geen fouten. En wint het wereldkampioenschap op de weg voor Belvi België en voor zichzelf. Met een goede prestatie, natuurlijk, ook van het gehele team. Vollering kwam nog terug bij Ludwig en klopte haar in een sprint voor het zilver. Op 7 seconden van de nieuwe wereldkampioen Lotte Kopecky. Zilver dus voor Vollering. Brons voor Cecile Utrecht. Ludwig 4 vierde op 12 seconden. Schweinberger heel knap. Vijfde na haar derde plaats in de tijdrit. Is echt een openbaring geweest van deze weg op oh, dit WK. Titan 6. zesde. Chebe zevende van Vleuten. Nog achtste. Marcus 9e. Mavi Garcia tiende. Blanca vast op plek 11. En wint de onder 23 titel. voor. Van, uh, van Arroy en uh, NSJP. Zoveelste goede dag in dit seizoen ook van uh, SD Works. Met de uh, eerste en tweede woorden het winnen van uh, de onder 23. Maar het belangrijkste is uh, de voor uh, Kopecky heel goed. Ze doen ze achter de rug heeft met het uh, winnen. Gelijke begin van het seizoen in de omloop. De Ronde van Vlaanderen. Als ze de ontsnapping beter hadden gecontroleerd, had ze ook een uh, Roubaix gewonnen, ben ik van mening. Maar met hoe sterk ze was in de tour waar ze een etappe won, de groene trui tweede in het eindklassement, is het ook dan geen verrassing dat ze het WK op haar naam weten schrijven voor de eerste keer. Nederland als team, vind ik, heeft een goede race gereden, Het is niet zo dat ze echt hele grote fouten hebben gemaakt, tactisch en het aan Kopecky hebben gegeven. Ik vond het over het algemeen met de wegrace, de tijdritten, zowel van de mannen als van de vrouwen. Een zeer geslaagd en ook een entertainvolle WK met veel spanning. Fantastische renners als winnaars. En winnen circuit, kan je discussiëren. Of dat geslaagd is of dat goed was. Ik denk het van wel. Maar om dit ieder jaar nou te gaan doen, is denk ik niet het juiste. Je moet ook een beetje afwisselingen krijgen in de WK-parcoursen. Maar het zorgt er wel voor dat de sterkste renner of. Of uh, wint. omdat het zo uh, uitputtend uh, uh, is en uh, de sterkste renner uh, op uh, dat moment in de koers dan altijd uh, komt bovendrijven. Ik vond het tijdstip nu zo in augustus wel een beetje een apart gevoel hebben, want de Velta moet er uh, nog aankomen, dus het is uh, anders dan uh, andere jaren. De, de planning van het uh, WK, de periode in het jaar. Misschien moet je daar ook gewoon een beetje aan uh, wennen. In ieder geval, morgen starten de Vuelta-Burgels niet de sterkste startlijst. Maar we kunnen wel uh, onder andere zien hoe een uh, Roglic en uh, Vlasov ervoor uh, staan uh, Zo ongeveer uh, twee weken voor uh, de start van uh, de Vuelta, waar ik uh, zeer uh, naar uitkijk. In deze week komt ook nog uh, de terugblikken online waarschijnlijk morgen. Ik denk het wel uh, van uh, de eerste speelronde in de Eredivisie. En dan zullen ook in uh, de komende week en uh, volgende week nog uh, Tour de France-Gamevie. Online gaan komen waar ik een eigen team ga uh, beginnen. En dan uh, natuurlijk een paar dagen, vier, vijf dagen voor de starten van de Vuelta in Barcelona. Als ik uit mijn hoofd zeg op 26 augustus, ongeveer 20 of 21 augustus. Komt dan de uitgebreide voorbeschouwingen online op de Vuelta. Voor nu allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even de blauw duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten. En zo blijf je op de hoogte van de komende video's die online gaan komen. En ik zie jullie graag terug bij de volgende video. Laters.